Essent is supporter van FC Groningen TV. Het was een mooie middag voor FC Groningen. 2-0 overwinning op AZ. En niet alleen voor FC Groningen, maar vooral ook voor Brian Linssen. Doelpuntenmaker, assist en gekozen tot Man of the Match. Hoe is dat om door de supporters gekozen te worden tot Man of the Match? Ja, dat geeft een goed gevoel. Geeft waardering voor hoe ik vandaag gespeeld heb. En ja, ik hoop deze lijn door te kunnen zetten. Ik ben ontzettend blij met mijn goal, met mijn assist. Ik ben van de nul af. Wij zijn van de nul af met de thuisoverwinningen. Dus kortom, ja, fantastische middag voor iedereen, denk ik. En verdiende overwinning. Ja, je ziet wat het teweeg brengt bij de supporters, hè? Zo'n wedstrijd. Ja, hun hadden dit nodig. Wij hadden dit ontzettend hard nodig. En, ja, vandaag viel alles op zijn plek en het was ook gewoon een keertje lekker. Dat was lang geleden. En, ja, dat geeft een heerlijk gevoel. Op naar woensdag naar Utrecht toe. En hopen dat we ook goed kunnen afsluiten. En, vandaag even genieten hiervan, dat mag. Alleen de knop moet snel weer om. Want als je verliest gaat de knop snel om, als je wint ook. Ja, dat doelpunt. Je zat erop te wachten, al een tijdje natuurlijk. Hoe is het dan om hem daadwerkelijk ook weer te maken? Ja, een heerlijk gevoel. In eerste instantie dacht ik, ach, hij gaat er weer niet in. En toen zag ik eigenlijk dat hij over de lijn ging. En ja, dat was, je zag ook wel aan mijn juichen, denk ik. Het was niet meer het standaard juichen wat ik normaal deed. Nu kwam er een hoop emotie bij los. En, ja, dat was een heerlijk gevoel. En dan meteen naar de harde kern, hè? Ja, ja, je scoort daar. Je bent op weg die kant op al met je loopactie. Dus ja, dat kwam precies goed uit. En ja, dat hadden hun ook wel verdiend. En ja, wij zelf ook. Heb je nu het gevoel dat je het nu omgedraaid hebt, deze overwinning? Of is dat te vroeg om dat te zeggen? Nou ja, we hebben gewoon een goed gevoel. En in dit gevoel moeten we gewoon blijven hangen. We moeten doorgaan. Woensdag is alweer de volgende wedstrijd. Is heel dicht op elkaar. En daar moeten we ook gewoon zien te winnen. En ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat, dat we echt een crisis leven. Want we zijn rustig gebleven. En dat doen we gewoon ontzettend goed. Dus we gaan niet zweven als we een keer winnen. Maar we gaan ook zeker niet in de put zitten als we verliezen. Dus ja, we kunnen nog heel veel punten halen. En dat is het belangrijkste. Essent is supporter van FC Groningen TV.